parkieten, zebravinken, kanaries en een Vlaamse gaai. Kampioenschap van Vogelvereniging Waarbeek heeft dit weekend ruim 350 vogels. Een hobby voor paradijsvogels. Het zijn natuurlijk heel mooie wezens. Soms of vaak hele mooie kleuren of vorm. En het is gewoon heel leuk om voor zo'n vogeltje te kunnen zorgen. En te moeten zorgen trouwens, want je moet natuurlijk wel zorgen dat het goed in goede conditie blijft. En het is nog leuker als ze dan ook nog gaan broeden, eitjes leggen, jonkies krijgen. Ja, iets van de grasparkiet. Ja, het is de Engelse grasparkieten die ik dus heb. En dan ook nog de kleinere, dat zijn de kleurgrasparkieten. Die zitten bij de meeste, hebben die als hobby, zeg maar, in een kooitje zitten in de huiskamer. De vogeltjes hebben speciale zorg nodig. Voor andere huis- en hobbydieren komt er volgend jaar een lijst met de soorten die je mag houden. Hoe zorgen de hobbyisten dat ze geen pechvogels, maar geluksvogels krijgen? Dat lijkt misschien zo, maar dat is niet zo. Want je kunt aan het gedrag van de vogel kun je dus aflezen of hij zich op zijn gemak voelt. Of hij in conditie is, ja of nee. Of hij dus levendig is. Of hij goed eet en drinkt. Zodra ik een vogel met mij, het gebeurt natuurlijk ooit, die wat minder in conditie is. En die gaan dan rustig zitten. Vaak nog met een beetje met de kop in de veren. En dan weet ik al dat het niet goed is. En dan moet ik maatregelen nemen. Elke vogelsoort zijn er strenge voorschriften waarbij de gezondheid voorop staat. Vele de vrienden van de mens krijgen de tijd om te wennen aan de kleine kooien bij tentoonstellingen. En aan anderen. Ja, mijn hond die neem ik ook mee. Die mag ook gewoon met mij rondkijken in mijn vogelhok. Ja, en dan gaat hij ook kijken. En als je de eerste keer doet, dan schieten die vogels op. Dus nou zijn ze er ook aan gewend dat die hond ook meekomt. Dus ik heb hem ooit gehad dat ik een Engelse grasparkiet in mijn hand had. En mijn zoontje was toen te klein. Die wou dus dat vogeltje aaien over de kopje toen ik hem vast had. En mee zei hij pek. En sindsdien durf je ook nooit geen vogeltje meer vast te houden. Vogelliefhebbers zijn vaak ook doorbijters. Voor veel verenigingen is het moeilijker om een eigen voorstelling te houden. Er komt weinig jonge aanwas bij. Ik kreeg mijn eerste vogels, dat weet ik nog heel goed. Van een oom van mij. Een paar kanaries in een kooitje. En sindsdien is de liefde nooit meer overgegaan. Ik ben nu 76, dus al vrij lang. Ja, de vergrijzing neemt wel toe in de vogelsport. Dat is wel het probleem aan het worden, ja. U zijn nog lang niet uitgefloten. Ik hoop van niet. En zolang ik zelf nog mee kan fluiten, dan gaan we gewoon door.